Meneer Hunskoten, wat heeft u daar in de hand? Ik heb een VR-bril in de hand en met die VR-bril daar gaan wij praktijkopdrachten uitvoeren. Leerlingen die moeite hebben met het ruimtelijk inzicht, om die toch heel snel een opdracht te kunnen laten uitvoeren in de juiste stappen. De voordelen zijn dat wij eigenlijk de leerlingen een werkstuk in 3D laten maken, zodat ze daarna, als ze de platte tekening weer krijgen om het in het echt uit te laten voeren, dat ze veel minder fouten maken en dat ze veel sneller snappen van wat ze moeten doen. En daardoor ook minder hout nodig hebben, doordat ze minder fouten maken. Wij zijn nu zover dat we 5 opdrachten helemaal uitgewerkt hebben. Dit gaan we dan ook de collega's, bouwmensen, voorhouden. Van, nou, misschien hebben hun ook daar behoefte aan. En zodat we samen weer doorontwikkelen kunnen om nog weer meer opdrachten uit te voeren. Zowel voor bouw, voor de timmerman, maar ook voor de metselaar en eventueel ook nog voor de tegelzetter. Ja, wij leiden VBO schoolverlaters op. Die kiezen voor een bouwberoep, timmeren, metselen of tegelzetten. En die zijn dan een aantal jaren bij ons in dienst. Die lenen wij uit aan een heleboel opleidende bouwbedrijven. En uiteindelijk gaan ze met één of twee diploma's de deur uit na 3-4 jaar. Ja, de vraag naar vakmensen is enorm. Dat is niet alleen in de bouw, maar dat is overal eigenlijk. Aan mensen die dingen moeten maken, die hebben we tekort. Gelukkig ontvangen wij na de vakantie 40 nieuwe leerlingen. Dat aantal groeit wel iets, dus daar zijn we blij mee. Maar of we uiteindelijk aan alle vragen kunnen voldoen, dat weten we niet. Op dit moment hebben we er in totaal 100. En de meeste zitten nu op de bouw. En in de wintermaanden halen we de meeste leerlingen terug voor extra scholing. Leerlingen die er nu zijn, hier op de tegelzetafdeling, doen aan examentraining, hebben over een aantal weken hun eindexamen. En zo verdelen we dat een beetje over het hele jaar, dat we ook nu vanwege corona natuurlijk niet te veel mensen binnen hebben. Vandaar dat je nu ook niet te veel mensen hier ziet. Wat we tegenwoordig heel veel doen en waar de ontwikkeling natuurlijk naartoe is, is prefab bouwen. We gaan hier in Almelo, wordt een huizenfabriek gebouwd. Dus wat men wel probeert is om zoveel mogelijk werkzaamheden niet direct op de bouwplaats te doen, maar dat voor te bereiden in de fabriek, want dan kun je weersonafhankelijk aan de gang. Dan ben je minder afhankelijk van het weer. En dan kun je meer productiematig werken. En inmiddels zijn er veel meer concepten die op die manier werken. En met name ook dus heel erg prefab aan de gang. Dus wij leiden niet iemand op alleen voor de huizenfabriek. Nee, wij leiden nog iemand op die gemiddeld in het bouwbedrijf moet kunnen werken. En die daar alle werkzaamheden tegen kan komen. Dus moet daar ook kennis van hebben.